hij belde mij op of ik even naar buiten wil komen, want mijn kerstcadeau was aangekomen en dat kon hij niet in zijn eentje meenemen. Dus ik kom bij die auto aan en die deur gaat open en ik zie een bench met het hondje erin. Nou, die begon gelijk te grommen. Ik zeg, wat moet ik hiermee? Ja, dat is je kerstcadeau. Kom. Ja. Lief, hè? De hele familie heeft hij al een keer te pakken gehad. En mijn zwager zo erg, die moest tetanus prikken en antibiotica. Waarbij het bot gewoon bij zijn duim zag zitten. Heel wat met hem te stellen gehad, oorontsteking. En hij heeft nu probleem met zijn huid, astma. Dus de nodige dokterskosten zijn er ook bijgekomen. Dus het is ook zo, ja, als je met een hond aankomt, bedenk ook, dus er zijn kosten aan verbonden. Het ziet er hartstikke leuk uit. Op Instagram ook zie je vaak van die dozen voorbij komen met een grote strik erop, met een puppy erin. Maar als je het nou zo'n leuk cadeau vindt, overleg het eerst even met iemand. In plaats van dat je gelijk zo'n impulsactie hebt. Kijk, Rocky is een succesverhaal. Dat is allemaal goed gekomen. Maar zo zijn er natuurlijk een hele hoop dieren die in het asiel belanden of gedumpt worden. Als mensen niet de verantwoordelijkheid voelen om ervoor te zorgen. Ja, cute eerst. Zachtjes. Hap. Lachen verging hem snel, toen ik natuurlijk wel even zei van wat heb je in hemelsnaam nou gedaan? Ja, maar goed, we zijn nu blij dat hij er is en hij gaat nooit meer weg.